Wil jij het ook zien? Ja, dit is jouw nieuwe zadel. Ik wil wel even kijken wat ze doet met een waaierboompje erin. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Ik ben vandaag met Maaike Rispens. Hoi, ik heb natuurlijk al een keer eerder een video met haar opgenomen, want zij kwam het zadel voor Olympus toen aanmeten. Yes. En echt de week dat het zadel eindelijk klaar was van Olympus, dat was precies de week dat ik met hem voor het eerst in de kliniek ging. Dus dat zadel heb ik helaas nooit echt mogen gebruiken. Nee, hebben we niet kunnen gebruiken. Natuurlijk heel jammer, maar wie weet misschien in de toekomst hoe het er dan voor staat. Maar dat was in ieder geval een zadel dat absoluut niet op Arena zou passen. Arena is natuurlijk mijn nieuwe trainingspaard. Arena heeft zelf ook gewoon een zadel, die hangt daarachter. Maar dit is een 17,5 inch springzadel. Ik dacht dat het een veelzijdigheidszadel is, want hij is echt heel anders dan Marley's springzadel. Maar blijkbaar vrij diep is die, denk ik. Ja, en het is een vrij groot zadel, maar dit is natuurlijk ook een wat groter paard dan Marley bijvoorbeeld is. Maar dat zadel, dat ligt prima op haar. Ik zit er ook wel oké in, maar zeker als wij vaker gaan rijden en ook echt wedstrijden samen gaan doen, heb ik echt een zadel nodig waar ik een stuk beter in zit. Want ik heb eigenlijk, op Marley heb ik een 16,5 inch dressuurzadel liggen. Jij vindt kriebels heel lekker, hè? En een 17 inch springzadel liggen. Dus ik heb echt of 16,5 of 17 nodig. En dat was echt een 17,5. Dus ik zat daar gewoon niet goed in. Nee. Voor af en toe is dat natuurlijk niet erg. Maar als je echt doelgericht met haar wil gaan trainen, is het gewoon belangrijk dat ik een zadel heb waar ik goed in zit. Toen had ik Maaike een berichtje gestuurd of ze mij kon helpen met een zadel. Het zadel is voor de rest niet gesponsord. Ik heb hem gewoon... Dus jij bent wel een deel tegemoet gekomen. Ja, maar ik heb hem wel ook echt zelf voor moeten betalen. Ik heb gewoon graag dat zij gewoon een goed zadel heeft. En ik vertrouw Maaike daar heel erg in en ik vind dat wij altijd fijne samenwerking hebben. Dus, Ja, dus daarom ben ik er weer. Ja, precies. Ja. En dit is een soort van, ik heb het zadel ook nog niet gezien, op een foto. Ja, op een foto, maar wel een beetje zo'n klein zo'n sneak peek fotootje eigenlijk. Ja, precies. Dus en ik heb ook niet het allerduurste zadel uitgekozen. Want, nee, zeker niet. Ik rij haar, de planning is natuurlijk maar 1,5 jaar. Wie weet is dat langer, wie weet is dat ook korter. Dus ik ga voor haar natuurlijk niet het allerduurste zadel dan aanschaffen. Want je weet natuurlijk niet of dat zadel eventueel dan weer op Olympus of een ander paard goed ligt. Misschien moet ik hem daarna weer verkopen. Ja, Wat dan ook. Dus dan wil ik niet duizenden euro's eraan uitgeven. Ja, jij bent nog niet echt gewend om te wachten. Dat het leven nog van niet een, echt een filmpaard. Nee, het leven van een YouTuber paard. Nou, zullen we hem... Ja, je mag hem onthullen. Onthullen. Wil jij het ook zien? Ja, dit is jouw nieuwe zadel. Dit is jouw nieuwe zadel. Nou, ze wil gewoon gekriebeld worden. Ja, ze houdt echt veel van kriebels. Tada! Zou ik hem pakken? Ja. Oh, hij is zo mooi. Dat is hem. Ja, ziet er zo klein uit. Ja, als je erop zit valt het wel mee hoor. Ja. Nou, wil je wat vertellen over zadel? Dit is een zadel van Bates. Is een heel groot aanpasbaar zadel, noem ik dat altijd. We kunnen een ander kopijzer in het zadel doen om hem smaller en breder te maken. En we kunnen plakjes in het zadel doen. Daarover kun je wat meer vinden op mijn YouTube kanaal. Dat is Maaike Rispens. Daar gaan we niet te veel over uitweiden in deze video. We gaan wel kijken of die past, hè? En als nodig aanpassen. Kijk, hij past wel, maar we gaan kijken waar die eventueel aangepast moet worden. Hoe dat dus werkt, dat ga je in deze video niet zien, maar bij een video van mij.
Ja, het is een springzadel, een close contact springzadel zoals we dat noemen. Dat is dat je eigenlijk heel dicht bij je paard zit. Wat het andere springzadel niet helemaal heeft, die is wat dieper en de kussens zijn wat hoger. En ik vind eigenlijk altijd, zeker als je, dan ben je ook wel een beetje van plan toch ook wat te crossen. Ja. Eigenlijk hoe dichter je bij je paard zit, hoe meer je natuurlijk kan inwerken, maar hoe meer grip je ook hebt op je paard, om het zo maar te zeggen. En helemaal jij in dat grote zadel, dan hoeft ze net even een schijnbeweging te maken. Ja. Dan lig ik kan ook in de waterbak. Ik kan in galop ook gewoon niet blijven zitten, omdat ik zo aan het schuiven ben in dat zadel. Precies, ja. Ja, kijk, en deze inchmaat is natuurlijk een stuk kleiner, hè? Ja. Dus dat gaat al prettiger, maar het is ook gewoon een meer close contact gevoel met je paard. Dus ik ben heel benieuwd hoe je dat gaat ervaren, maar we gaan eerst even alle kaartjes en dingen eraf halen. Dan gaan we passen of de boommaat nu goed is die erin zit en of we dus inderdaad nog plakjes moeten toevoegen. En dan mag je een stukje voor me rijden. En springen. Dan gaan we kijken of het allemaal goed gaat. Ja, helemaal goed. Ik ga het zadel nu voor de eerste keer erop leggen. Dan kijk ik altijd even globaal hoe alles ligt. Nou, eerst kijk ik altijd of ze voldoende ruimte hebben bij hun schof. Nou, dat is zeker het geval. Mag je haar hoofd iets rechter houden, Feline? Nou, daar is het een banaantje en ik zal er heel van rust afhalen. Goed hoor, braaf van jou. Ja, ze mag inderdaad, nou staat ze een beetje Charlie Chaplin. Op dit moment vind ik dat hij een heel klein beetje achterover ligt. Ze heeft echt veel ruimte bij de schof. Dus ik zou ervoor kunnen kiezen om een boommaatje groter te pakken. Maar ik wil eigenlijk eerst wel heel even kijken, als je zo een rondje rijdt, hoe dat gaat. Zodat ik haar beweging even kan leren kennen. Ik heb natuurlijk nog nooit gezien dat je er echt mee rijdt. Dus dat gaan we denk ik eerst even doen. Gaan we er zadelen. En dan ga je even een rondje rijden. Dan kan ik even kijken hoe alles zit. Ja. En eigenlijk zo te voelen. Kijk, ik wil eigenlijk dat hij iets meer zo komt te liggen. Maar ja, ze staat natuurlijk nu in stand zonder spierspanning, zeg maar. Gaan we eerst even zo kijken. En ik vind eigenlijk niet dat er plakjes in hoeven. Maar ik ga dat wel verder in de video nog uitleggen hoe dat gaat. We gaan er eerst even opzadelen. Ja. Zij kan nog niet zo makkelijk als Marley dat. Nee, blijf. Die laten ons wel knippen en plakken. Nee, dit laat er allemaal in, hè? Nou, we hebben het zadel nu erop gelegd. Ik heb nog niks aangepast. En het zadel ligt nu heel licht een beetje achterover. Nou is het zo dat ik of de boommaat een boommaatje wijer kan pakken. Maar ik zou ook aan de achterkant een plakje in het zadel kunnen doen. Ik wil nu in beweging eerst even zien hoe Arena zich gedraagt. En hoe het zadel zich gedraagt op de paardenrug. Voordat ik ga bepalen of ik dus de boommaat ga aanpassen. Of dat ik een plakje aan de achterkant in het zadel ga doen. Want stapjes van een boommaat zijn vrij groot. Dus het kan zijn dat die anders met een andere boommaat net te wijd wordt. Dus we gaan nu even kijken. Feline is inmiddels aan het draven. Dan kan ik heel even zien hoe het zadel zich gedraagt inderdaad. En ik ga straks even kijken hoeveel ruimte er is als Feline erop zit bij de schoft. Voel je nu wel dat hij wat gladder is? Nee, haar zadel is best wel veel gebruik, dus die is ook wel glad. Ja, dat is waar. Oh, ze is allemaal een beetje aan het strekken. Een beetje frissen. Wat nou geen dressuurpaard? Ja, hartstikke goed dressuurpaard. Zo mooi strekken. Dat nou, ik zie het wel gebeuren hoor in de dressuring.
Hoe? Jeetje, wel echt stoer hoor. Ik vind haar knap hoor. Een leuk dier. Hoe oud is ze ook alweer? 14. 14 al? Oh, dat zou je ook niet zeggen. Nee. Nou, wat ik nu in het rijden net een klein beetje zie, is dat de achterkant steeds eigenlijk een beetje beweging heeft. En dat komt omdat het zadel dus heel licht achterover ligt. Dan zweeft hij als het ware wat boven de rug aan de achterkant. Dus hij moet of aan de voorkant een klein beetje zakken, of aan de achterkant een klein beetje omhoog. Dus ik ga zo Feline even bij me vragen. En dan ga ik overal even goed voelen of de boma dus nu goed is, of dat hij net een klein beetje te smal is. Of dat ik het dus moet oplossen met een plakje aan de achterkant. Was je er al aan toe, Feline, om even naar me toe te komen? Oké. Ik ga even bij je voelen hoe de ruimte is aan de voorkant en hoe de boommaat is. Het is net even een klein stukje wat je zou mogen zakken. Ik denk dat ik het toch eerst even ga zoeken in de boommaat. Dus ik ga er een wijer boompje in doen, dan gaan we weer rijden. Het kan zijn dat ik dan toch deze weer terug in doe en voor een plakje kies. Maar het is net, je hebt hier voldoende ruimte om te zakken. En ik heb net het idee van, nou, ik wil wel even kijken wat ze doet met een wijerboompje erin. En wat we eventueel nog zouden kunnen proberen, maar dat is ook wel iets als je het zadel wat meer ingereden hebt. Mm-hmm. Is dat die knievrongetjes op klittenband zitten. Ja. Dus die zou je nog kunnen plaatsen, zowel voor als achter, hoe jij het eventueel prettig vindt. Zeker met het remmen op dit moment, maar straks ook in de cross is het best wel prettig als je dat echt fijn voor jezelf maakt. En bij de ene is dat wat meer opgesloten, bij de andere is dat ja, wat meer vrijheid juist. Ja. Maar dat is vaak als dat blad mooi gevormd is en als die lekker is ingereden, kun je daar echt wel lekker mee spelen om eens te kijken wat jullie nou eigenlijk het prettigst vinden allebei. Je mag er even afkomen, dan ga ik het zadel meenemen en de boommaat even aanpassen. Nou, ik heb de boommaat aangepast. Er zit nu één maatje wijder in. Dus ik ga hem eerst weer even zonder dekje passen in stilstand. Kijken of het balanspunt dan beter wordt. Ze heeft nog steeds heel mooi de ruimte bij de schoft. En het voelt ook net iets vrijer eigenlijk als net. Dus dit was wel de beste optie. En hij ligt nu mooi in balans. Overal heb ik nog mooie druk. Dus we gaan hem weer zadelen. En dan gaan we denk ik een sprongetje neerzetten. Nou, als de zadelmaker bij je is, dan is het best wel eens handig dat zij natuurlijk, hij of zij ook mee kan kijken hoe het zadel ligt. Dus daarom is het altijd belangrijk dat je het ook in beweging laat zien. Dus het rijden laten zien. Je kunt het niet alleen zien in stilstand. Dus Feline die stapt nu. Hij komt de volte om mij heen, maar ze mag ook gewoon rechtuit gaan. Nou, ik heb het op deze hand nu gezien, Feline. Dan mag je zo even van hand veranderen. Dan kan ik het even vanaf de andere kant zien. Nou, het is belangrijk dat ik altijd vanuit het midden het zadel beoordeel, maar ook vanuit de hoek. Waar ik eigenlijk vaak mee begin is vanuit het midden stap, draf en galop beoordelen. Daarna ga ik in twee hoeken staan, zodat ik vanaf de achterkant kan bekijken of het zadel wat niet scheef gaat en hoe het zadel dan ligt. Dat doe ik dus altijd van achter. Dus je kunt je voorstellen dat ik in de ene hoek ga staan en in de andere hoek ga staan. Vaak loop ik dan wel eens een beetje heen en weer. Dus ga ik in stap in de ene hoek, in de andere hoek, dan in draf, in de ene hoek en in de andere hoek. Ik kijk inmiddels met een schuin oog naar Feline. Ik vind dat het zadel nu heel mooi in balans ligt. En dat voel je nu ook wel, hè, Feline, dat het nou anders is als net. Dat je wat minder naar achter schuift in het zadel. Dan mag je zo. Met haar, als ik zelf wat netter ga zitten en haar een beetje op achterbeen zit, dan pak ze ook veel sneller op. Ja, dat kan je beter voelen zo, hè. Net was eigenlijk de druk dan. Kijk, jij bent een hele lichte en kleine ruiter. Maar je kunt je voorstellen als je wat zwaarder bent, dat die druk dan veel achterop komt als het zadel ook wat achterop ligt. Als je achterop zit, dan rem je vaak. Als de zadel achterover ligt, dan zien we vaak dat paarden dus inderdaad remmen. Dus dat kun je zien in staken bijvoorbeeld, dat ze niet meer naar voren willen. Maar ook als ik het zadel aangepast heb, dat een paard veel liever naar voren wil. Nou is dat bij Arena niet zo'n groot probleem, het naar voren willen. Maar in principe, als de zadel dus achterover ligt, dan rem je het paard af. Dan mag je zo een drafje voor me doen. Gaan we even kijken hoe het in draf is. Ja, super. Dan mag je zo van hand veranderen. Ik vind de ligging echt een stuk verbeterd zo hoor. Dat bries is alleen maar goed. Dat is voor mij een teken dat ze lekker ontspannen raakt. Ik zit, ze is ook veel rustiger. Ik weet niet of het komt omdat we gewoon nu voor de tweede keer erop zitten.
Ja. Dat er gewoon ook zoiets heeft van, oh, dat ligt veilig. Dat zou heel goed kunnen. Het zou beide kunnen. Wat we wel vaak zien is als je er echt een aantal keer op of af moet, is dat ze dan juist een beetje vaak boos worden. En dat de ruiter of Amazone dan verwacht dat ze heel fijn gaan. Maar je stoort het paard natuurlijk de hele tijd door erop en eraf te gaan. Maar ze oogt inderdaad echt wel heel, heel ja, ontspannen. En ja, dat ze het fijn vindt. Ik ben ook wel benieuwd hoe de komende keren met het rijden gaat. Of je inderdaad verschil merkt. Ja. Nou, als je er zo klaar voor bent, mag je op deze hand een galopje voor me doen. Hier oogt ze ook al rustiger als net, moet ik zeggen. Ja. Ze zit wel iets beter op andere zadel, maar ik moet ook wel gewoon heel erg wennen aan haar opwaartse galop. Ja, ze galoppeert heel groot inderdaad. Maar dat kun je wel eventueel nog wat gaan zoeken met die wrongetjes hoor. Als je daar wat mee gaat spelen, zou je kunnen kijken of je daar iets meer houvast in kunt vinden. Ja. Nou, dan mag je zo terugnemen naar de draf en van hand veranderen en op de andere kant een galopje doen. Nou, ik ga eventjes naar de hoek. Je mag even blijven galopperen. En ga ik vanuit de hoek achter jou kijken. En dan mag je dus wat meer rechtuit gaan rijden. Dat ik je echt een stukje rechtuit kan zien vanaf de achterkant. Moet ik zitten of mag ik ook even... Wat jij wil. Nou, waar ik nu naar kijk is of het zadel mooi recht boven het paard is. En dat is zeker het geval. Je ziet wel dat Arena de kont iets naar binnen doet in de galop. Veel paarden doen dat hoor, in de galop. Geef niet Offeline, draaf maar door. Dan kijk even in de draf hoe het zo is. En anders, je hoeft niet alleen maar rechtdoor als je liever remt op een voltetje hoor. Ja, hij ligt keurig netjes recht boven het paard. Mag je van hand veranderen? Dan ga ik even naar de andere kant van de bak. En dan mag je hier hetzelfde doen. Dat je dus rechtuit een stukje gaat. Dat ik je weer van achter kan bekijken. Dan mag je zo aangalopperen, Feline. Zo, de ju. Op jouw moment hoor, geen haast. Rustig aan. Maar ze kan in ieder geval wel strekken op de lange zijde. Super hoor. Je ziet op deze kant ook dat ze met haar achterhand naar de binnenkant komt. Dus het is niet zo, ze doet het op allebei de kanten met haar kont naar binnen. Dus het is niet dat ik echt zie dat ze scheef is. Ja, super. Mag je zo terug naar de draf? En terug naar de stap en dan zullen we zo'n sprongetje voor je neerzetten. Nou, we zijn in principe klaar met het zadelpassen yes, en ook met het rijden. Ja. En ik vond dat het heel goed ging. Zoals jullie weten is Arena echt best wel sterk en dat ik echt wel moeite heb nog met haar terugrijden. In het begin, het is ook best wel fris weer, het waait ook best wel, dus was in het begin ook best wel een beetje frissig. En ze heeft natuurlijk lang moeten stilstaan ja. op de poetsplaat. Dus in het begin ging het wat minder. Op een gegeven moment had je het zadel aangepast en ik weet natuurlijk niet per se of het echt aan het zadel lag of omdat we wel iets langer bezig waren. Maar ze werd op een gegeven moment super fijn in mijn hand. Ik kon echt heel stil mijn handen houden, heel licht contact en ze was gewoon rustig onder me aan het draven. Toen kwam de hindernis tevoorschijn, iets minder. Maar in principe heeft ze het heel goed gedaan. We hebben ook echt wel mooie stukken over de hindernis heen gegaan. Ook wel een paar dat we niet helemaal lekker uitkwamen, maar ik ben gewoon echt ponypasjes gewend. Dus ik moet nog heel erg anders mijn passen tellen.
En ze springt altijd, dus dat is natuurlijk heel fijn. Maar we hebben ook al een paar mooie sprongen gedaan. Ik zat super fijn in het zadel, zowel voor de hindernis, over de hindernis en na de hindernis. Ja. Ik kon ook mooi diep zitten en haar een beetje op de rem zetten, omdat ze graag na de hindernis heel hard wil gaan. Dus dat was echt heel fijn en ik denk dat zij het ook wel fijn vond. En ik vind het zadel ook super zitten. In de galop moet ik nog echt wel even wennen aan, dat ik, aan haar grote passen. Ja. Het is wel een stuk beter dan een andere zadel, maar ik kan nog niet zo stil blijven zitten als in Marnie de dressuur. Nee, maar daar kun je dus met de vrongetjes gaan spelen, hè? Kijken of je daar de stabiliteit in kan vinden. Precies, dus ik ben echt super blij met het zadel. Ik ben heel erg benieuwd naar onze komende springlessen, crosslessen, wedstrijden, et cetera. Maar in principe ga ik ook met het zadel gewoon dressuur rijden. Ik ga niet nog een extra dressuurzadel voor haar aanschaffen. Want in principe kan je met een springzadel prima dressuren natuurlijk. Ja, zeker weten. En, ik ga denk een paar B-wedstrijdjes, heel misschien L-wedstrijdjes starten. En dan kan ook prima met een springzadel natuurlijk. Dus ik ben er helemaal blij mee, hè? Ja, we gaan er goed in de gaten houden. Ik verwacht dat ze echt nog wel wat kan gaan veranderen. Dus we gaan er goed in de gaten houden als Feline wat merkt. Of als ik iets op YouTube zie. Wat me niet bevalt, waarvan ik denk, nou, dat moet weer even aangepast. Dan kan dat gewoon met dit zadel. Yes. Dus lekker aan de bak. Ja, heel erg bedankt dat graag jullie gekomen en met het zadel wilden helpen. Ik hoop dat jullie de video heel leuk vonden, interessant en leuk vonden om Arena en mij samen in actie te zien. Wil je wat meer, dus de theoretische kant van dit verhaaltje, moet je even de video op Maaike de kanaal kijken. En dan wil ik jullie bedanken voor het kijken en tot de volgende keer weer. Doei doei! Doeg! Braaf stil.